Een grote hal. Rook. Lampjes. Zou dit kunnen zijn wat ik wil dat het is? Is dit de laseropdracht? Welkom in Pienza. Bij dit laserparcours. Laseren! Jullie gaan zo met maximaal 2 kandidaten tegelijk het parcours in. Ach, zin in! Met een gesloten kist. Om de inhoud van die gesloten kist te verdienen, moet jullie ervoor zorgen dat die op het eindpunt van het parcours komt. Maar langs het parcours zijn er booby traps en schutters. Als je geraakt wordt, lig je uit het spel en blijft de kist achter. Dus het is zaak om ervoor te zorgen dat jullie die booby traps ontmantelen en die schutters spot. De kist is nu nog leeg, maar onderweg kunnen jullie hem vullen. Jullie kunnen maximaal 2000 euro verdienen. Oh ja, er liggen ook troeven. Op naam. Veel plezier. Dankjewel. Oh jongens, het is toch leuk? Het is één groot feest. Het is echt, dit wil je. Je doet het voor. Dus je moet én zorgen dat je niet afgeschoten wordt. En de booby traps onklaar maken. En geld proberen te vinden. En troeven proberen te vinden die ook nog op naam staan. Dus je kan zelfs een joker vinden voor een ander. Oké, nou volgens mij zie je best wel goed. Veel. Je kan best wel goed dingen zien, toch? Mm-hmm. Het is gewoon eigenlijk een teamding. Dus toch eerst gaan verkennen. Ja, ik wil best wel als eerste dan beginnen. Maar dan wil ik wel in deze onderhandeling met jullie starten. Dat als ik hem opoffer om dan als eerste te gaan, dat jullie wel mijn jokers meenemen. Tuurlijk. Maar we gaan proberen alle jokers mee te nemen, toch? Tuurlijk. Ik heb me opgeofferd om als eerste te gaan. En toen was Nicky, die zei, nou, laat mij dan ook maar als eerste. Als het gaat over hoe we dit het beste kunnen doen, ja, neem je tijd. Hè? En zorg dat je op plekken komt waar bijvoorbeeld dekking is. En hier werd natuurlijk de Ellie Lust in Ellie Lust wakker. Je gaat communiceren, je krijgt een headset, kort en bondig. Helder, duidelijk, elke meter verslag doen. Hoe heet dat ook alweer? Ik heb me nog even afzijde gehouden. Ik heb het woord ook nog even niet willen zeggen. Jongens, nog één keer dan. Eterdiscipline. Yes. Yes. Yes! Nou, door. Oké, we gaan nu het parcours in. En wat we het eerste zien zijn die twee engeltjes op beeld bij die vuurkorf. Prima, geef positie door. Ik ben klaar voor dit parcours. Of Ron er klaar voor is, dat weet ik niet. Ron, jij gaat kijken of iemand wilt schieten. Waarom moet ik kijken of iemand wil schieten? Nou, door het veld in te gaan. Oh. Oké, een kist. Met een sleutel en een knijptang. Knijptang is gereedschap om booby traps te ontmantelen. Ik zie 50 euro. Nee, 75 euro, dat gaat nu de kist in. Ron, je moet goed kijken of je iets ziet liggen, schat. Oh, er wordt daar geschoten. Oh, volgens mij heb ik iemand doodgeschoten. Goed zo. Maar er zit een draad. Ik leg de... Oeh, wat dat! Ron, doe jij ook eens even wat? Ja, ik schiet ook. Ik schiet op. Hij staat letterlijk gehurkt op zijn knietje, zo. Oh nee, ik wil niet afgeschoten worden. Nicky, beschermen. Oké, Ron, we moeten hier overheen. Oeh, my fucking lord. Jongens, hier is een draad. Moet je hem niet afknippen? Met wat? Ik heb hier een tank. Hier. Ja, maar... Huh? Dan mag jij dat doen voordat ik weer af ben. Deze. Oh, wie is er hit? Oh, ik ben uit! Ach, gadverdamme. Dat gaat mijn schild. Ik heb nog niet eens die booby trap door kunnen knippen, want ik ben al dood. Ach, ik weet niet waar die kist staat. Hij is de kist kwijt. Ron, de kist staat boven jou. Ik weet het echt niet, maar zeg ze nou waar die kist staat. Ik denk, ja, maar waar is dat die kist? Ik kon die hele kist niet vinden. Ron, ja. Mol, de kist staat boven jou. Al boven mij? Ach, we zijn boven neergezet. Dat is een vrij onhandige plek. Ik heb hem niet gezien ook. Gelukt! Voorzichtig voor je, draad. Hoe kom ik daar overheen? Misschien onderdoor. Nee, ga er overheen. Rom. Oh.
ga niet afknippen, durf ik ook niet. Dan moet ik er wel overheen. Gaat het altijd goed. Oh, nat. Ben ik af? Ik ben af. Oké. Ik wilde graag een duo vormen met Patrick, omdat ik hem ook vertrouw. En je moet elkaar daarin vertrouwen, want je moet elkaar rugdekking geven. Ja, ga. Ik ga er nu omheen. Ja, en toen kwamen er toch wel een beetje de zenuwen. Want het was een donker parcours. Je zag het allemaal niet zo goed. Het was rood, het was vuur. Ellie, zie jij de kist? Je staat voor de kist, schat. Voor je neus. Jezus. Ja, je weet de omstandigheden niet. Ik zie daar iemand achter. Een schutter. Nee, ik kijk naar boven. Ik zie niemand. Ik zie een schutter. Ik volgens mij ben ik aan het praten. Daar is nog een booby trap, hè? Booby trap. Booby trap. Peggy, booby trap voor jou. Oké, ik ga. Blijf hier achter de kist. Er zit een schutter rechts voor ons. Ik zie hem schutter. Ja, hij zit erachter. Ik was zo bezig met die schutter, dat ik eigenlijk die eerste 10 meter niet eens heb gekeken naar jokers of naar geld. Je bent zo in een andere focus dat ik wederom niet aan geld en aan troeven heb gedacht. Kijk eens, Patrick, ben ik laag genoeg? Ja, laag. Blijf zo, laag. Ja, heel goed. Laag blijven. Ja, je bent er doorheen. Ja. Het is toch duidelijk dat je die draadjes door moet klikken? Sorry hoor. Als je er tegenaan loopt. Hoe doen jullie dat dan? Laat dat jullie een missie zijn. Dan. Ze moeten de weg vrijmaken. Ik heb een joker voor Horace. Kijk. Ik heb hier voor Horace. En op het moment dat ik een joker vond die voor Horace was, toen werd ik gepakt. Dus helaas. Dus Horace, you owe me big time. Dus Peggy was uit het spel. Dat is jammer. Oké, ik heb 2 jokers. Oh, 2 jokers. En ik heb 100 euro. Maar ben de kist kwijt. Ik heb het gewoon maar in mijn jas gestopt. Niet in de kist, omdat die kist voor mij was. Daar kon ik echt niet bij. Er stonden van die metalen oude geroeste lockers. Ik zag alweer een joker liggen. Bam, in mijn zakken. En nog eentje. Ik denk, ik moet naar de kist. Want als ik raak word geschoten, dan zijn deze jokers die in mijn zakken zitten en dat geld weg. Seconden van 2 kanten. Ja, dat was toch wel even een zuur momentje. Hij had alles nog op zak. Dat is weg. Ja. En toen waren Horace en ik aan de beurt. Spannend. Toen Horace en ik het veld inkwamen, was het zoeken naar de kist. We wisten ongeveer waar die zou moeten staan. I shot someone. We gingen lekker. Daar zit er eentje. Horace, ik ga naar de kist, over. Plat op mijn buik, alleen maar tijgeren naar die kist toe. Dus die kist in. Ik heb 1 joker in de kist, over. Ik heb hem. Volgens mij heb ik hem doodgeschoten. Ik weet niet zeker, maar dan lig je ze aan. Ik ga zitten in een hoek en ik wil aanleggen. Daar ging mijn wing mee. En ik dacht wel dat we verder zouden komen samen. Heb ik horoscommies uit? Ellie, ik hoor je luid en duidelijk over. Maar ik ben even in een vuurgevecht. Voor jouw informatie, Horace. Wij kijken nu tegen jou aan en ik zie allemaal draden. Dus kijk uit voor booby traps. Ja, ik heb er hier één, die gaat nu door. Oh, jongens, had dit maar gewoon van het begin gedaan. Jongens, 50 euro in de pot. Gaat de man zich bestrijden. Tijger. Schiet. Ja, ik pak er weer een. Oeh, nu moet ik naar die kist. Het lukt me, in de kist. Ja. Je gaat supergoed, Horus. Ah, fuck. En dan is het over. Oké. Nou. Go. Zal ik gaan? Ja.
ik ga wel alleen. Want ik had het idee dat iedereen zo laag bleef en dat er niks werd binnengehaald. En ik dacht, ik wil even kijken wat er allemaal is. Nadia, kijk uit voor die draad, hè? Boven je hoofd, de hoofdhoogte. Ja, die zie ik over. Ik heb geen tang, dus ik ga er even onderdoor. De tang, Nadia, de tang ligt op de kist. Waar is ze, waar is ze? Daar ook boven. Ja. Ik word van twee kanten beschoten over, maar ik zoek iets voor ons. Ik wil wel ver komen en ik wil ook veel pakken. Ja, neem je tijd. Blijf zoveel mogelijk aan de linkerkant en laag. Ik heb geld voor de pot. Kun je ook doen als je beschoten wordt, snel verplaatsen. Ja, ze heeft hem. Ze is aan het schuiven. Oké. Okay. Nou, net op het moment dat ik bij een punt was waar nog niemand was geweest, werd ik natuurlijk doodgeschoten. Ja, jammer. Oh. Oké. Nou ja. En dan zijn wij aan de beurt. Ik zag mezelf in slow motion door die baan gaan. Koud en het was nat. Overal was rook en explosies en geluid. Kijk uit, hè? Kijk uit. Waar komt die schutter nou vandaan? Hier, hier. Waar, waar, waar? Hier. Kijk, pak links. Ik zit achter. Ja, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Ik zie hem. Door, door, door. Door. Treffen. Ga door, ga door. Ik zie die schutter, ik zie die schutter. Waar, waar, waar? Ga jij door, Jeroen? Wat zeg je? Ik ben eruit. Ga jij door? Ben je eruit? Ja, ga door. Ik zag daar die finish en ik was ook zo... Wow. Ik heb hem. Ellie! Ja! Ik heb hem! We hebben het gewoon gehaald! Nou ja... Jullie hebben flink geschoten. Er is getijgerd. En er is ook behoorlijk veel gelachen. Deze vrolijke vriend hebben jullie naar het eindpunt van het parcours weten te krijgen. Wauw. Topprestatie, gefeliciteerd daarmee. Wauw. Nice job, guys. Goed. Nou, dan kan ik met jullie delen wat jullie hebben opgehaald met z'n allen. Goedemorgen, ziet er goed uit. Dat is echt een van de leukste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. 360, maar min geld. Wat? Dus dan komen we op een totaal van 260 euro. Wie is de penningmeester? Patrick nog steeds? Ja. Ik heb wat verse biljetten voor gehaald. Dat is lief. Lief, hè? Dank je wel. En dan zijn jullie vast wel benieuwd wat er gebeurd is met die troeven. Ja. Nou, ik kan jullie vertellen dat er veel troeven uit het parcours zijn geplukt door jullie. Maar die zijn niet allemaal in de kist gekomen. Nee. Ja. Sommigen van jullie hebben geluk gehad. Jongens, hier doe je het voor.